En wat er hier gevraagd wordt, is eigenlijk constant een level playing field, een fair play eigenlijk. En we gaan dat ook aan onze politici geven. Dus we gaan ze naar voren roepen in alfabetische volgorde. Dus de meest transparante manier van werken. En we gaan hen ook telkens 1 minuut, welgeteld 1 minuut geven om heel even kort en duidelijk te maken waar hun partij voor staat als het gaat over industriebeleid. En de vragen zullen gesteld worden door, hoe zal ik het zeggen, de stem van God, laat maar zeggen. Hè? U zal er straks wel een gezicht op kunnen plakken, maar laat ons zeggen voorlopig de stem van God. Die zal een aantal vragen stellen en dan gaan we er gewoon invliegen rond 3 thema's. U zal het zo meteen wel zien, het zal vanzelf wel duidelijk worden. En wat nu betreft zou ik zeggen, lichten uit en spot aan. Zelfs in het alfabet staat hij vooraan en wil hij het eerste woord. Maar welk argument zal hij gebruiken om de ondernemers in deze zaal te overtuigen? Bart De Wever, u hebt 1 minuut de tijd. Dank u wel. Ik hoop dat de kiezer ook de alfabetische volgorde respecteert volgend jaar. Ik zou kort kunnen zijn en zeggen, ik sluit mij aan bij de vorige sprekers. Maar laten we zeggen, waar hebben we het over? We hebben het over 99.300 jobs, we hebben het over 2/3 van alle R&D-investeringen, we hebben het over 35% van de Vlaamse export en Vlaanderen is een exportkampioen. We spreken over 50% minder uitstoot van broeikasgassen sinds 1995 en een winst in energie-efficiëntie van 62% sinds 1995. Eigenlijk zou elke politicus die de moeite neemt om die bedrijven te bezoeken, met bedrijfsleiders te spreken, zelfs voorbij de crisis van vandaag als een grote optimist moeten buitenkomen en dat optimisme ook op de bevolking proberen over te zetten. En nochtans is dat niet het geval. En zie je dus de degrowth nonsense, zeker bij de jonge generaties, die verf pakt en die sommige politici ook aanblazen. Ik vind dat zeer gevaarlijk. En dat wij ons dus moeten focussen op het borgen van deze sector, de chemie en de life science. 3 prioriteiten. Jawel, Bart De Wever, de minuut is achter de rug en u mag dan wel de term verfpakken gebruiken. Perfect voor dit publiek, maar het spijt mij, uw tijd is om. Ja, oké. Goh, meneer De Wever, het is voor de eerste keer dat ik eigenlijk een beetje medelijden had. Ja. Het was moeilijk om binnen de tijd te blijven. Ja, een minuut is kort, blijkbaar. Ja. Ik ging net iets beginnen zeggen eigenlijk. Ja. Ja, maar u kan dat goed maken. U kan dat dadelijk goed maken. Ja, meneer De Wever. Ja, ik vind als je over goldplating spreekt, moet je ook eerlijk zijn. In die Europese politieke context geldt er een beetje de regel dat je moreel goed bent als je de doelstellingen omhoog stelt. Los van de realiteit, hoe hoger, hoe beter. Als je daar tegenin gaat, word je weggezet als een slechte mens die niet inzit met het leefmilieu, de volksgezondheid en alles moet tegelijk. Stikstoffen, methaan, zwavel, het is CO2, een beetje woke, natuurherstel. Eigenlijk. Ja, ook als je dat zo wilt noemen in de zin van krankzinnig, dan kan ik daarmee akkoord gaan. Dus alles moet tegelijk en het kan niet snel genoeg hoger gaan. De ene doelstelling is nog niet bereikt of en cours de route wordt die doelstelling verscherpt. Duizenden, tienduizenden bladzijden regelgeving komt uit Europa. En dan komen diezelfde politieke partijen aan een regeringstafel Vlaams, ik kan er u van getuigen. En dan zegt de minister van Leefmilieu, wat gaan jullie nu van maatregelen concreet voorstellen om dat ook te halen? Dan geven ze niet thuis, omdat het onmogelijk is. En dus zesjescultuur, daar ben ik helemaal tegen. De vraag is, wat moet er op uw rapport staan? We hebben altijd naar de Amerikanen gewezen en gezegd, die zijn slecht bezig, want die hebben shalegas, die zijn hun energie, hun primaire energieproductie aan het opdrijven. Europa heeft die met 2/3 afgebouwd. Hè? En Poetin ging ons de rest wel leveren. Ja, vandaag kun je toch alleen maar vaststellen dat de Europese economie, die 10 jaar geleden nog even groot was als de Amerikaanse, is teruggezakt tot 65%. Mm-hmm. En dat onze industrie in dit land op productieniveau staat van 2007. Mm-hmm. Dus misschien moeten wij zesjescultuur afwijzen, maar misschien moeten we ook wel eens een ander rapport nastreven. Beter rapport. En dat ook eens durven zeggen dat dat het algemeen belang is van onze bevolking. Ja. Ook op vlak van ecologie. Ik zou bijna vergeten dat ik voor politici sta. Jullie zijn kritiek aan het geven op jullie zelf. Tom Ongena. Op hen eigenlijk. Op hen eigenlijk, ja. Op elkaar.
Ik heb geen enkel talent voor euforie, maar gisteren nacht had ik er even last van. Allee, het begint over te gaan. Hè. Maar ik denk dat dat akkoord heel goed in elkaar zit. Dat is het decreet Ongenade Wever, ja. Collega. Van de allereerste parlementaire initiatief van deze legislatuur. En Dirk, bonk erop. Hè. Dus we moeten... Ja, dat staat er ook voor iets tussen. We hebben dat decreet ingediend. De Raad van State zat er ook in haast. Meneer Dazem, maar het heeft toch raken in gang gestoken. We hebben dat decreet ingediend om een advies van de Raad van State te kunnen krijgen. Dat advies was uiterst streng. Ik heb sommige mensen horen jubelen, maar zet dat om in een decreet. En we hebben 2 jaar een vergunningenstop totaal over de hele economie. Dus dat was reden tot bezorgdheid. En dat heeft wel wat zaken gedeclancheerd, denk ik. Het was een reality check. Waardoor eigenlijk het akkoord van juni nu doorvertaald is met minimale wijzigingen naar wat dan het stikstofdecreet zal zijn. Minimale ik zie daar geen fundamentele wijzigingen in. Trouwens, wij zijn het over de dingen die erin staan ook eens, hè? Voor alle duidelijkheid. En iedereen weet dus dat jullie het eens zijn. Jullie weten het zelf dat jullie het eens zijn. Lijkt alleen niet zo. Ik heb een internationaal bedrijf achter mijn veren dat er toch een beetje zat op te wachten. Zo. Ja, oké, daar komen we zo op. Eén, is dit ontstaan door goldplating? Nee. Er is een onoordeelkundige vastlegging geweest van de natuurbeschermingsgebieden in Vlaanderen begin deze eeuw. Dat is juist. Dat is de oerzonde van dit dossier. Als bestuurder van de haven, ik had dan nooit gedacht dat ik ooit expert ging worden in de bruine kiekendief en de gestreepte rugpad. Maar je zit daar wel mee, met al die streepjes. Dat had men niet moeten doen. Ja. Landbouwbeleid deze eeuw, denk ik inderdaad, die grootschaligheid. Het kon meer, meer, meer. Of dat Vlaanderen de beste regio's voor intensieve veeteelt, achteraf bekeken kun je het betwijfelen. Dat is juist. Maar we hebben nu het eerste decreet in Europa, dat ik bij mij weet, dat de reductie van stikstof wettelijk vastlegt in maatregelen met afbouw van de veestapel, met bemestingsnormen. Dat is uniek. Niemand heeft dat in Nederland. Ik kan u zeggen, een zeer belangrijk Nederlands politicus heeft me al geappt. Ik ben stikjaloers. En hij gaat misschien binnenkort de verkiezingen winnen. Zonder omzicht, als u begrijpt wie ik bedoel. Die zijn stikjaloers waar wij nu al staan. En de rechtszekerheid, daar kan ik u één ding zeggen. Dit akkoord dat wij gemaakt hebben, is een antwoord op wat de Raad van State heeft geschreven. En elke wijziging maakt het juridisch robuuster. Ik blijf wel voorzichtig, want alles zal worden getoetst aan rechterlijke oordelen. Maar dit, denk ik, is de meest robuuste vertaling van een stikstofdecreet die je kan maken zonder een vergunningenstop af te kondigen. Wel met die voorwaarden. Dus denk ik dat wij goed werk hebben geleverd. Het heeft een beetje te lang geduurd. We gaan op van de dingen die daarnet door Anne en Wim op tafel zijn gelegd, die cruciaal zijn. Dat is eigenlijk het energievraagstuk. Dat hebben jullie zelf al een beetje aangehaald. En vooral ook hoe dat die duurzame transitie er moet komen. En we gaan eens kijken. We zijn een filmpje gaan maken bij de mensen zelf, niet bij de CEO's. Maar bij de laboranten. We gaan eens kijken hoe zij daar naar kijken. Kijkt u mee. Met technologische vernieuwingen in waterstof, energie-efficiëntie en grondstoffenverbruik willen we bij Vainova bijdragen aan Europese klimaatdoelstellingen. Net als de rest van de chemie-industrie in Vlaanderen. De beleidsbeslissingen van vandaag bepalen welke richting onze industrie zal inslaan. Onze buurlanden en andere regio's in de wereld beseffen dat maar al te goed en komen met grootschalige economische steunpakketten. Zorg dus voor een structureel transitie-instrument dat bedrijven financieel ondersteunt om hier bij ons te investeren in de vernieuwing en vergroening van hun productieinstallaties. Hier op BSF Antwerpen werken we hard aan onze weg naar klimaatneutraliteit. Dit doen we door een pioniersproject waarbij we CO2 gaan afvangen en opslaan in de Noordzee. Ook hebben we een investering van een windpark op de Noordzee. Maar natuurlijk is de volledige chemische industrie bezig met deze transitie. En deze transitie vergt enorm grote hoeveelheden koolstofarme energie. Wij willen deze energie aan een competitieve prijs en met een bevoorradingszekerheid. Laat dit nu net de topprioriteit zijn van onze komende regering. Een strategische visie en een duidelijk plan voor de energiemix van morgen. Liefst 95% van alle producten die we met z'n allen gebruiken, is rechtstreeks gelinkt aan de chemie en life sciences. Onze sector wil bijdragen aan een klimaatneutrale en circulaire samenleving. Het levert daarvoor de nodige technologieën, innovaties en materialen. En net omdat de chemie-industrie aan het begin staat van talloze waardeketens en consumentengoederen, speelt ze een cruciale rol om de rest van de economie te helpen verduurzamen. Als de chemieregio in West-Europa kunnen we hier in Vlaanderen daarin een voortrekkersrol spelen. Maar dan moeten we wel een aantrekkelijke investeringsregio blijven. En die positie staat onder druk. We hebben een ambitieus industriebeleid nodig dat onze concurrentiepositie versterkt en investeringen aantrekt. Want als bedrijven investeren in Vlaanderen, investeren ze ook in duurzame technologie, in jobs, in welvaart
in de toekomst. Hier bij Covestro willen we materiaalkringloop besluiten en volledig circulair gaan. Dit kunnen we doen dankzij de kennis en kunde aanwezig in Vlaanderen. Zo hadden we recent een wereldprimeur met de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor de chemische recyclage van polycarbonaat. Nu willen we verstelling hoger schakelen. Daarvoor hebben we nood aan wetgeving zonder drempels en hinderpalen die de circulaire economie afremmen. Zo maken we van Vlaanderen de circulaire hotspot van Europa. INEOS bouwt met Project One de meest milieuvriendelijke ethaankraker van Europa. Deze miljardeninvestering is goed voor 450 permanente jobs in Antwerpen en de grootste investering in de chemische industrie in Europa van de afgelopen 25 jaar. Het wordt de meest energie-efficiënte ethaankraker van het continent en we zijn klaar om op waterstof te draaien en CO2 te capteren. Maar we kunnen enkel bouwen op stevige fundamenten. Daarom is er nood aan rechtszekerheid, zodanig dat vergunningen niet sneuvelen in een procedureslag. Zo kunnen we in Vlaanderen de chemische industrie uitbouwen van de toekomst. Mieke Schouwvliegen, jullie leveren de federale minister van Energie. Ja, hoe gaan jullie garanderen dat voor bedrijven die toegang tot een betaalbare en voldoende koolstofarme energie toegankelijk blijft? Ja, wij leveren inderdaad de minister van Energie. Die heeft er deze legislatuur voor gezorgd dat er 4 keer meer windproductie is dan de afgelopen legislaturen. Dus wij willen eigenlijk 100% gaan voor die alternatieve energie, wind en zon. Dat gaat nooit voldoende zijn. Gecombineerd. We zijn ook bezig met het bouwen van batterijparken om energie op te slaan. Er is een kabel van Denemarken naar Vlaanderen getrokken om die energiezekerheid te garanderen. Ja, ik stel alleen maar vast, er wordt heel veel gediscussieerd en in vraag gesteld of dat wel zal lukken. Maar deze legislatuur zijn we er wel in geslaagd om er door te geraken zonder een afschakelplan. Ik heb wel gezien dat de vorige legislatuur, in 2018 bijvoorbeeld, was iedereen druk in de weer om na te denken over een afschakelplan. Dit is deze legislatuur niet het geval geweest. Dus de minister heeft heel veel inspanningen gedaan om die omslag te maken. Maar u zegt met de mix die we nu hebben, zonne-energie, windenergie, we gaan er komen. Nee, dat gaat voldoende zijn. Ik zeg dat we daar heel veel verder moeten in investeren, dat we moeten zoeken naar andere alternatieven, maar dat we onder andere die batterijparken, onder andere waterstof, ook zoeken naar verbindingen met andere energieproducenten, maar vooral verder investeren in wind en zon. Meneer De Wever, en dan kom ik zo staan. Ik weet niet of dat Lazarus echt dood was of wel gewoon Lazarus, want ik moet me toch van het hart, de Zweedse regering vroeg wij onmiddellijk, laat ons de wet op die kernuitstap schrappen. Dat was een paarsgroene wet. Waren twee voorzitters al die jaren niet gedaan. Radicaal tegen. Al die jaren niet gedaan. Mevrouw Schouwvliegen, u bent gewoon tegen INEOS. Dan zullen we met zon en wind wel komen. Hè. Zeg dat dan ook eens eerlijk aan de zaal. Dat bent u nagelaten. Dat was de enige in het parlement. Zei die bedrijven, dat soort bedrijven moeten hier niet meer komen. Meneer De Wever, dus waren twee partijvoorzitters, de genaamde Gwendoline Rutte en de genaamde Wouter Beek, zeiden nooit van zijn leven dat we die wet gaan schrappen. Dus we hebben moeten volstaan met te zeggen, laten we dan de voorwaarden van de bevoorradingszekerheid, de prijszekerheid inbouwen. Voorwaarden die absoluut niet voldaan zijn. Deze regering heeft met mevrouw Van der Straten maar één ding gedaan, dat is de kernuitstap organiseren. Men heeft de CRM in Europa aangevraagd, mits volledige kernuitstap. Van dag één stond die voet als scheef en is men dan dankzij meneer Poetin, laten we ook eerlijk zijn, in paniek de twee jongste centrales amper 10 jaar gaan verlengen. Nodig. Wij staan met een enorm energietekort. Zon en wind samen nu 20% van onze elektriciteitsmix. 20%. En daarmee staan we qua zon op de 3e plaats in Europa en wind op de 4e plaats. Dus het is niet dat we ons best doen. 20%. Kernenergie is 50%. Energiebehoefte, heeft het cijfer genoemd, gaat enorm toenemen. Alles moet elektrificeren. Met technologie neutraal zijn we ook al niet. Alles moet elektrificeren. Wie gaat die elektriciteit produceren? De zon en de wind? Dat is gewoon belachelijk. Ja. Dus we hebben kernenergie in onze mix nodig. 50% hernieuwbaar, 50% kernenergie. En volhouden dat beleid. Ja. Daar zijn we niet zo goed in geweest de laatste 20 jaar. Meneer Daalse, infrastructuur, zeer belangrijk, heeft hier ook al op tafel gelegen. Neem nu even die pijplijn tussen de haven van Antwerpen en het Roergebied. Wie is voor? Wie gaat dat verdedigen? Een pijplijn. Dus,
Ja, is het een hand of is het geen hand? Wat is het eigenlijk? Ik ben ervoor dat we onderzoeken welke infrastructuur dat we nodig hebben. Ik ben er nog niet uit dat dat het enige alternatief is, maar dat we naar pijpleidingen moeten gaan om bijvoorbeeld groene waterstof te kunnen transporteren. Dat is even. Ja, Mieke Schouwman. Ja, inderdaad, dat klopt. We moeten vooral kijken welke energie hebben we waar nodig. En als dat groene waterstof is, dan moeten we kijken waar we pijpleidingen kunnen leggen om die te gaan vervoeren. Maar nu pijpleidingen aanleggen om fossiele energie door te zwieren, dat is niet de oplossing. We moeten eerst kijken waar willen we naartoe en dan kijken waar we onze infrastructuur moeten leggen. Maar, maar als die pijpleiding op tafel ligt, gaat u niet tegen. Als die pijpleiding op tafel ligt om daar waterstof door te sturen, ja, dan gaan we daar niet tegen zijn. Als die pijpleiding op tafel ligt, als die pijpleiding op tafel ligt om daar alleen maar fossiele energie door te zuren, dan zegt u nee. Goed, meneer De Wever. Ja, ik sluit me aan bij mijn vorige spreker, deze spreker dan, infrastructuur werken. Dat is altijd hetzelfde. We moeten het algemeen belang als politici voorop zetten. Maar wat is dat eigenlijk, dat algemeen belang? Dat is toch het algemeen belang. En dan stel ik vast dat er politici zijn die zeggen, maar alleen die technologie en alleen wat ik wil en ik zal dit toekomst, en ik zal dat. Alleen de toekomst. Op het moment dat je dat doet, Leidingenstraat, we hebben al 6000 bezwaarschriften. Hè? Dus de letter of intent is nu binnen van Essentia. Dus we gaan proberen dat draagvlak te creëren. Maar dat is zo'n no-brainer dat dat ding er moet komen. Dat ik ontsteld sta, politici, jammer dit en jammer dat. En het zijn uw mensen op het terrein die natuurlijk tegen elke vergunning, en het zullen er veel zijn, alle beroepsmogelijkheden gaan uitputten. Allemaal. Allemaal. Een van de dingen... Sterk aangemoedigd, politiek, vanuit die groot filosofie, die uiteindelijk zegt, die industrie sterk in Europa, aangemoedigd we willen er vanaf. Maar zeg dat dan toch eerlijk. Ja. Laat ons eens gaan, een van de dingen die nog nodig is, is innovatie natuurlijk. Hè. Om daar te geraken, die duurzame transitie te kunnen maken. Innovatie is een van de dingen die helemaal van boven staat. We gaan weer eens kijken wat de mensen op het terrein daarover zeggen. Talent opleiden, reskillen en upskillen in een hoogtechnologische en snel evoluerende sector is exact wat we hier doen bij Vitalent, het sectorale competentiecentrum voor de farma- en de biotechindustrie. En het is ook exact wat ACTA en Plasticu doen, de sectorale competentiecentra voor de proceschemie en de kunststofverwerkende industrie. Met de steun van Essentia en Covalent, het sectorale vormingsfonds, zorgen we ervoor dat het broodnodige talent de juiste skills krijgt voor onze sector. Om de krapte op de arbeidsmarkt beter aan te pakken, zou VDAB intensiever moeten samenwerken met de competentiecentra en hen zien als echte partners. Alleen zo zullen we erin lukken om het juiste talent op te leiden, om ervoor te zorgen dat de sector die welvaart en welzijn brengt in Vlaanderen het nodige talent vindt om te groeien en te bloeien. Stevige bruggen bouwen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat doen we met duaal leren, waarbij leerlingen leren op school en op de werkvloer. Dat doen we door vakmensen uit de industrie hier op school hun kennis en praktijkervaring te laten delen. Dat is de weg vooruit om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun toekomstige job. Maak daarom van duaal leren een sterk merk, ook in het hoger onderwijs. Ondersteun opleidingen en stimuleer de wisselwerking tussen onderwijs en industrie. Zo geven we talent van vandaag alle kansen om mee te werken aan de oplossingen van morgen. Hier bij Pfizer hebben we de laatste jaren 100 nieuwe collega's aangenomen die stuk voor stuk stemtalenten zijn en meewerken aan een duurzame en gezondere samenleving. En het is dankzij hun talent dat wij internationaal bekend zijn als de health- en biotechvelding in Europa. En die koppositie moet Vlaanderen behouden. En hoe doen we dat? Is door in te zetten op excellent en praktijkgericht stemonderwijs en ervoor te zorgen dat internationaal toptalent de weg naar Vlaanderen gemakkelijker vindt. Met D-Carbon ontwikkelen we in Bloeghem de incubator voor duurzame chemie, een revolutionaire plasmatechnologie om CO2 te recycleren. Dit kan een doorbraak zijn om de chemie klimaatneutraal te maken. Vlaanderen moet de ambitie hebben om innovatieleider te zijn in cleantech, en dat kan, maar wel met meer doelgerichte steun voor grensverleggende en risicovolle piloot- en demoprojecten. Zo brengen we innovaties sneller van het labo naar de industrie. Met Janssen Pharmaceutica Legend Biotech zijn we op Zwijnaarde momenteel gloednieuwe productiefaciliteit aan het bouwen om zoveel mogelijk patiënten met kanker te helpen. Dit is allemaal mogelijk gemaakt door eerst voorafgaand baanbrekend celtherapieonderzoek. Wat Vlaanderen daar uniek maakt, is de unieke combinatie tussen enerzijds onderzoekscentra en universiteiten, maar anderzijds zeker ook door de combinatie van start-ups en andere grote internationale bedrijven, of Vlaanderen ook tot een innovatiekampioen gaat komen.
Dus blijf zeker inzetten op dat innovatiebeleid. Het is wat Vlaanderen zelf internationaal op de kaart gaat plaatsen en wat ook de samenleving enorm vooruit gaat helpen. In de pre-campagnes, meneer De Wever, is uw partij de enige waar ik gezien heb dat innovatie en het betalen van innovatie eigenlijk een van de vier pijlers is. Hoe ziet u dat? Ja, dat is een van onze stokpaardjes. We willen naar dat ecorealisme gaan, dus de nieuwe generaties overtuigen dat innovatie en groei de toekomst is en niet de bedreiging van onze toekomst. En walk the walk was hier gezegd, of walk your talk. Wij hebben dat sinds 2009 echt opgenomen met Philippe Muiters als vakminister. Dat is geen tafelspringer, maar die heeft toch wat dat betreft eigenlijk het beleid in de stijger gezet waar ik nu kan zeggen dat we met 3,3% BBP-uitgaven innovatie effectief koploper zijn in Europa. Mm-hmm. Voor Vlaanderen. Duitsland zit op 3,2, Denemarken op 2,9. Dat is zo het lijstje waar je op kop wil staan. Zeker met life science en petrochemie als sectoren. Ik vind het FTI-project, om nu ook de mentaliteit van de mensen te gaan bereiken, Vlaanders Technology and Innovation heet dat dan, dat volgend voorjaar komt, ook een heel, heel goed getimed initiatief om de bevolking ook te overtuigen, we moeten die investeringen doen. Om een we moeten die bedrijven creëren, blijven, we moeten die welkom heten, met open armen ontvangen, trachten ook rechtszekere vergunningen te geven, maar vooral vanuit de mentaliteit met open armen ontvangen en onderzoek en ontwikkeling, als ik dat mag zeggen, van alle fiscale kortingen die misschien moeten sneuvelen om de loonkosten naar beneden te krijgen. Want is dit er geen van? Dit is er geen van. Ja. Ook al is ons budget not fit for transition. Dat is het understatement dat ik ga meenemen. Dat is een takeaway. Het klopt dat stem verder moet aangemoedigd worden. En het klopt dat dat in Vlaanderen heel moeizaam gaat. Dat heeft ook, denk ik, te maken met de tradities in ons onderwijs, die wel robuust en hardnekkig zijn, maar er zijn wel succesverhalen. Als ik in Hoboken naar een grote beroeps- en technische school ga, ik ga de naam niet noemen, naar de diploma-uitreiking, dan word ik daar echt gelukkig van. Want de bedrijven staan letterlijk voor de poort om de jongens in het zesde jaar al te pakken. En dus ook de mentaliteit van veel Vlaamse ouders moet een beetje om wat dat betreft. En dat soort succesverhalen moeten worden getoond. En we moeten ook op lokaal vlak alles wat we doen, alles wat we kunnen doen om onze industrie, onze bedrijven te connecteren op onderwijs, versterken. En daar kan je op lokaal vlak veel mooie resultaten mee boeken. Ik ga veel voorbeelden. Ik geef er eentje. BASF en duaal leren. Toen BASF 50 jaar bestond, dacht ik, kwam Wouter de Geest naar mij en die zei, toen we 30 jaar bestonden, een pilootproject hebben jullie mooie kerkklokken gekregen. Dacht ik, ga weer iets krijgen. En hij gaf een trekkingsrecht, €300.000 voor duaal leerprojecten op zijn Duits, waar het heel goed werkt. En ik moet zeggen, daar is toch een hele mooie samenwerking uitgeroeid. Dus het kan wel lukken. Het zijn dat soort voorbeelden die, denk ik, moeten wekken en strekken. En wat de politiek ook kan ondersteunen, natuurlijk. Hè. Absoluut. Ik ga een rondje met ja-nee-vragen doen. Hè. Dingen die ik eigenlijk nog in discussie wilde doen, maar goed, we hebben daar geen tijd voor. Eens kijken, we vinden allemaal heel belangrijk dat dat onderwijs, stemonderwijs, naar omhoog gaat. Wie wil de minister van Onderwijs leveren volgende keer? Ik wil alle ministers leveren. Oh. Ja. Ze willen alle ministers. Stel die vraag voor alle andere ministers. Wil je dat ook doen? Het is een prioriteit. Stel, je zou de keuze moeten maken, minister van Onderwijs, minister van Economie. Wie kiest voor de minister van Onderwijs? Ik ga mijn vraag zo stellen. Van onderwijs. En liever economie en liever economie. Goed, discussie laat ik voor later, dames en heren. Jullie kunnen de vragen stellen bij een glas. Bij een glas. Bij een glas. Nee, nee.